Ik zit hier in de Gate van Meet Locals met... Lisbeth van Tongeren. Ik ben buurtbewoner op het Java-eiland en ik ben ook Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ik heb hier vanaf het begin ben ik hier komen wonen. En een van de dingen die ik mooi vond van dit eiland is dat we kregen het concept van blauw voor groen. Je had heel veel uitzicht op het water en daardoor iets minder openbare buitenruimte. Ja. Een hele tijd enorm van genoten. En toen, een tijdje geleden, hoorde ik van buurtbewoners dat er enorme schepen geparkeerd gaan worden. En je ziet het hier op die tekening, achter het KNSM-eiland. Ja. En toen dacht ik, dat is raar, dat kan niet. Want er is toen gezegd, meer blauw en minder groen. Iedereen uitzicht op blauw. Dus ja. Hoe kan dat nou? Ja. Toen ben ik dat eens na gaan vragen. Wat blijkt nou? Er is een wijziging geweest van het bestemmingsplan. Dat is voorgelegd aan het stadsdeel. Maar ja, het stond ergens in voetnoot 13b. Er is niet bij uitgelegd. Dit betekent dat jullie de kans hebben dat er zoveel van die grote schepen komen liggen. Het stadsdeel wist dat niet. Die heeft nou van alles nog wat gekeken. Heeft dat bestemmingsplan goedgekeurd. Er is geen publieke discussie over geweest. Ook niet met de mensen van het KNSM-eiland vinden jullie dit goed. En vervolgens ontdekten ze daar gewoon dat dit ging gebeuren. Nou, het havenbedrijf, die moet die schepen ergens kwijt in de haven. Die zegt tegen bewoners, jullie wonen in een haven. Van het bestemmingsplan mag het, wij gaan die schepen hier neerleggen. Wat ik een hele redelijke eis zou vinden van die bewoners is dat zij zeggen, ja, dan moeten als er dan schepen moeten komen, moeten ze in elk geval aan de walstroom, zodat die grote dieselmotoren niet hoeven draaien, wat ook nog lawaai geeft, en luchtverontreiniging. En ik denk dan dat het heel moeilijk wordt om zo heel veel schepen neer te leggen. Ja, want het zijn er veel, hè, toch? Er zijn drie grote stijgers waar ze aan mogen. En ja, dan ligt het eraan hoeveel het havenbedrijf hierheen stuurt. Ja. Maar ik zou dus zeggen van bewoners, ga nou eisen dat je een aantal schepen kan begrijpen, maar niet in deze hoeveelheid. En dat ze dan wel 100% op de walstroom aangesloten moeten zijn, zodat je geen lawaai hebt en geen luchtverontreiniging. Dat is jouw tip aan de bewoners? Dat is mijn tip aan die groep bewoners. Okay, en probeer dat nou te regelen. En wat moeten ze vooral niet doen? Ja. Wat ze niet moeten doen is erbij neerleggen, want het is je eigen woonomgeving. Daar moet jij ook voor opkomen en je voor organiseren. En wat helaas ook niet helpt, en zo voelt het wel als je daar woont, hè, voor mensen waarmee je praat is dit niet het grootste probleem in heel Amsterdam. Ja. Dus je moet proberen, als je bij het havenbedrijf bent of bij het stadsdeel, ook te begrijpen dat je met mensen praat die een heleboel problemen op hun lijst hebben. Dus soms moet je met een ludieke actie aandacht hebben, soms met een redelijk voorstel, ja. Soms moet je het even via iemand anders proberen. Maar het vereist een lange adem en je moet wel volhouden, want het havenbedrijf is een grote jongen en die vindt het niet zo erg dat sommige mensen 's nachts even wakker worden van een schip wat opstart of dat het daar de lucht een stukje slechter wordt. Oké. Hartstikke bedankt. Nou, heel graag gedaan. Okay. Heel graag gedaan. Ik zoom nog even in op het plaatje. Kijk, want dat is het plan.